Morgen weer tijd wordt mede mogelijk gemaakt door Except van Malen Roosendaal. Ik wist het. Ja? Ze schrijven gewoon op een briefje dat jij bij Marlen logeert en ik bij Lex. Ja, wel anders. Ja, dat is waar. Niet zeggen, dan moeten ze maar thuis zijn. Ze hebben allemaal een alibi voor vannacht? Ja. Ik kan mij eten bij je. Ja. Oké. Die zet uit, we zijn erin. 3, 2, 1, actie! Hallo iedereen en welkom Hallo. Bij... Hallo, ik wil beginnen. Ik wil beginnen. Nee, ik. Nou, ik ben jongens. Oh my god! Doe de licht aan, nu! Super goed gedaan, ik heb alles gefilmd. Alsjeblieft, 10 euro voor jou. Ze gaan zo voor lul staan op YouTube. Ja, zou eens bij moeten komen dat ze ons niet geloven. Zo is. Sophie. Wat doet zij je? Ja, wat denk je zelf? Wat een bitch, hè? Wat doen we nu? Terug de school in. Maar we kunnen nu niks spannends meer opnemen. Maar wel gewoon leuk, toch? Ja, en we kunnen gaan voor de gezelligheid. Ja, dat is waar. We zijn er nu toch al. Wacht eens. Waar is Nina? Nina! Oh. En Lex? Oh. Ben je er ook eindelijk? Ik ben dood op, ben je niet moe? Nee, ik ben niet de hele dag wakker gebleven. Kom je naar het park? Kan hij niet meer ongelukken? Nope, kom mee. Mike, ik ben weg! Maar ik moet echt gaan. Ik heb echt super veel uitvoering te maken. Is goed, doei. Doeg! Zeg Joën, hoe lang vind je me al leuk? Eigenlijk al vanaf het moment dat ik je zag. Hoi, ik ben Marnie. Hey, met Lex. Jij ging toch leren? Jij hebt mij niet bij zeggen dan? Nou, ik dacht ik verveel me, dus misschien kan ik je ermee helpen. Ja, echt niet goed gebouwd, maar liever niet de candy voor alleen. Sorry. Oh, nee, oké, is ook goed. Zie je morgen.
Waarom heb ik dit nou? Waarom ben ik zo stom geweest om iemand te vertellen wat er zou gebeuren? Ik durf echt niet meer naar huis. Bij Marley kan ik ook niet terecht. Wat moet ik nou doen? Nou hadden Sophie toch samen met Laura en dat spook naar buiten zien komen? Ja. Nou, ik had Sophie dus gebeld en zei dat wat ze had gedaan echt niet kon. Nou ja, we staan allemaal achter je, dat weet ik zeker. Marley, Mike, hebben jullie de film van Sophie al gezien? Wat bedoel je? Nou, ze heeft het niet alleen bang gemaakt. Ze heeft het ook gefilmd en ze heeft het filmpje op YouTube geüpload. Oh, mijn god. Dat mag niet hoor. Bek dicht tegen de muur aan. En wapenvallen. Mike, dit is niet wat het lijkt. Snel bij de politie. Ik leg zo meteen alles uit. Geheim, hè? Nee hoor. Wat was het dan? Mijn moeder.